En het peloton wordt weer gedemareerd. En ik geloof dat het weer die De Vocht is die daar het wiel kiest van. Ik dacht een van de Italiaanse die daar wegspringt. Moeilijk te zien omdat het met bakken tegelijk naar beneden komt. Je ziet wat schimmen daar op de fiets rijden. Gelukkig weten we dat de drie vrouwen op kop. Dat het de Nederlandse is. Makkelijk te herkennen natuurlijk. Marianne Vos aan de oranje kleding. Dan Zabelinskaya erachter. Armitstead erachter. 3,6 kilometer nog te rijden. Het verschil wordt iets kleiner. 42 seconden. Bij de vrouw, bij het peloton zag je een van de dames wegrijden. Het was weer een van de Duitse vrouwen die het probeerde. Maar het was geen echt serieuze poging. En het verschil loopt wel iets terug hoor. 39 seconden. Je kunt merken dat ze daar vooraan, dat Marianne Vos, Elizabeth Armitstead en Olga Zabelinskaya, dat die toch iets meer beginnen te rekenen, beginnen te kijken nu. En dat betekent dat het tempo een klein beetje zakt. Maar ze rijden nog steeds voluit. En Vos die daar, ik dacht even dat ze aan wilde gaan, want je zag er even wippen op het zadel. Maar uiteindelijk blijft ze gewoon zitten. Zij neemt de kop over. Inmiddels in het centrum van Londen aangekomen tussen de statige gebouwen. Daar gaan ze weer hoor, de drie. Vos die heel even een klein gaatje laat vallen. Het is niet echt dicht op het achterwiel zitten, maar misschien wil ze geen risico nemen. Zabelinskaya laat ze even een metertje rijden, maar nu komt ze dan weer aan het achterwiel bij Zabelinskaya. 2,5 kilometer nog. De spanning stijgt hier op de Mall. We weten dat er aan de overkant veel oranje supporters zitten. We weten dat de familie Vos daar zit. Vader en moeder zitten daar op de tribune samen met Erben Wennemars. En we weten dat Marianne Vos hier een unieke kans heeft op Olympisch goud. In Peking ging het mis. Daar werd ze 6e in de wegwedstrijd. 14e op de tijdrit. Daar liep het allemaal niet zoals het moest lopen. Maar nu zit ze in de beslissende slag. 37 seconden. Het wordt weer wat minder. 2,2 kilometer. Dan is het wel oppassen geblazen voor Marianne Vos, want ze had zojuist bijna een aanrijding met die Zabelinskaya. Dat zul je hier zien zeg, in de laatste 2 kilometer dat je het achterwiel aantikt van de vrouw die op kop rijdt en dan toch een beetje naar rechts stuurt. En dat ze daar bijna tegenaan tikt, dat zal je toch overkomen. Maar Marianne Vos stuurt er behendig omheen. Niet voor niets is ze een goede crosser, ze kan sturen als de beste. Rijdt nu op kop en Zabelinskaya die gaat aanzetten. Wat gaat Zabelinskaya doen? Zabelinskaya wil wegrijden, maar Vos die pakt meteen dat achterwiel. En dan kijk ik naar achter en dan zie ik ook dat Armitstead aansluit. 1,5 kilometer nog, 33 seconden met het peloton. Het is even draaien en keren in de straten van Londen met Zabelinskaya nog steeds op kop. Die blijft wel doorbuffelen daar met die poging die ze net waagde om weg te rijden. Je kunt het niet serieus noemen. De vlag van de laatste kilometer, daar rijden ze nu onderdoor met Zabelinskaya op kop. Vos daarachter en dan Armitstead. Het verschil met het peloton 30 seconden. Veel is het niet, maar dat zullen ze in die laatste kilometer nooit meer kunnen dichtrijden. Marianne Vos, nu moet je het doen. Ga aan het wiel zitten van Armitstead. Ga niet al te veel risico nemen. Probeer niet weg te sprinten met Armitstead in je wiel. Want dan word je misschien nog wel geklopt in de laatste 500 meter. We zijn er bijna. Dit was de plek waar gisteren Vino Kurov en Rigoberto Urán samen wegreden. Waar Urán op een gegeven moment ging omkijken. Daar heb je Buckingham Palace. 500 meter nog maar. Buckingham Palace passeren ze nu aan de andere kant dan waar ze weggereden zijn. Bijna op de Mall. Nog steeds geen sprint. En daarachter daar zie ik het pelotonnetje komen. Maar die zitten op ruime achterstand. Daar zal het zeker niet gebeuren. Ze zullen niet stil gaan staan hier vooraan. Ze zullen zeker geen surplus gaan uitvoeren hier op de streep. Maar Armitstead, die zit eigenlijk in ideale positie. En pas op Marianne Vos, want Armitstead kan sprinten. Het zal je toch niet gebeuren na 5 tweede plaatsen op het WK. Nu ook een tweede plaats op de Olympische wegrit. Nog 200 meter en dan gaat Marianne Vos aanzetten. Dan gaat Marianne Vos aanzetten. De Russin is geklopt. Armitstead in het wiel. Komt Armitstead er nog overheen of komt ze er niet overheen? Marianne Vos gaat door. Gaat door. Pak die Olympische titel. Doe het gewoon. Ze heeft hem. Olympisch goud voor Marianne Vos. Geweldig. De Nederlandse heeft hem. Eindelijk heeft ze die gouden plak te pakken voor Armitstead en voor Zabelinskaya. Maar Marianne Vos doet het. Ze weerstaat de druk. Ze pakt hier de Olympische titel. Wat is ze blij hoor. 5 keer tweede op een WK. Huilend komt ze hier langs gereden. Marianne Vos, Olympisch kampioene. En dan de sprint van het peloton. Daar wordt nog gesprint. Daar is het de Duitse Teuttenberg die daar in ieder geval de vierde plek pakt. Maar wat doet het ertoe? Het kan ons allemaal niet schelen wat erachter gebeurt. Marianne Vos wordt Olympisch kampioene.